De verplichting om te snel testen wordt nu ook op de Anton de Kom Universiteit van Suriname gehanteerd. Alle eerstejaarsstudenten van de faculteit der technologische wetenschappen moesten op de informatiedag gisteren een sneltest doen, ongeacht of zij gevaccineerd waren of niet. Sheroni Roos is een van de studenten die niet tevreden is met deze regel. Bij mij gaat het erom van, ik vind niet dat het een plicht moet zijn, want iedereen heeft een, eigen verantwoordelijkheden. En het zou in principe een keuze moeten zijn of je een sneltest wilt doen of niet. Want bij mij gaat het erom, als we ons al aan de regels houden, wat is dan het probleem om dan nog een sneltest te gaan doen? Ik heb mijn mondkap op of mijn face shield op. En ik vind dan niet dat het een probleem moet zijn dat je nu moet gaan zeggen van ja, je moet een sneltest doen, want anders kan je niet binnenkomen en zo. En verder, dat van vaccinatiebewijs hebben ze ook nog geschreven dat het geen kopie mag zijn. Bij mij gaat het erom. Het is al iets heel persoonlijks dat ze dat vragen. Dus zijn mensen persoonlijke gegevens, zijn dingen die ze voor zichzelf doen. En dan kan jij nu niet gaan eisen dat ze hun privé aan jou laten zien. De decaan van de faculteit, Ryan Nanan, zegt dat de verplichting om te snel testen voorlopig alleen bij de technische faculteit wordt gehanteerd. Hij geeft verder aan dat bij practicum, veldwerk en de excursies de verplichting om te snel testen niet voor een ieder zal gelden. In het besluit is er een nuancering opgenomen dat in principe de mensen die volledig gevaccineerd zijn, die hoeven dat niet. De mensen die niet gevaccineerd zijn of deels gevaccineerd zijn, die moeten voor practicum, veldwerk en excursie, die moeten dat wel. Anders moeten ze een andere gelegenheid kiezen. Wanneer de coronabeperkende maatregelen zijn opgeheven, wanneer ze het practicum wel mogen uitvoeren, veldwerk of excursie. Maar in ieder geval is het dus zo dat niet gevaccineerden wel een sneltest moeten gaan doorlopen. Nanan benadrukt dat studenten die weigeren aan te geven of ze gevaccineerd zijn, als niet gevaccineerd beschouwd worden. Zij zullen ook een sneltest moeten doen om de praktijklessen te kunnen volgen. Het is niet bekend of de sneltest verplicht zal worden op alle faculteiten.